Mag ik een warm applaus voor Niels de Blauw? Ja, dankjewel. Superleuk dat jullie gekomen zijn. Vrijdagochtend 10 uur. Ik had verwacht dat er wat meer rode oogjes, wat katers zouden zijn, maar volgens mij valt het mee. Maar ter voorbereiding heb ik wel de presentatie in dark mode. Dat scherm is echt een 40 watt lamp in je gezicht, dus de rest van de presentatie is donkerder. Tweede dingetje, er komen straks wat codevoorbeelden langs. Hierzo kun je gewoon de slides downloaden, die staan er maandag op. Expres niet voor het weekend, want ga gewoon lekker weekend houden. Maar als je dingen na wilt kijken of je iets gezien hebt waarvan je nog even denkt van even teruglezen. Hier staan ze maandag op. Als je foto's wil maken, kan het natuurlijk ook. Ben ik achterin goed te verstaan ook? Redelijk, oké. Iets harder nog. Iedereen deze URL die het wil hebben? Top. 6 jaar geleden was voor mij de eerste WordCamp die ik bezocht. Ik was 6 jaar geleden net in dienst bij Level Level. Ik werd uitgenodigd voor een tripje naar WordCamp Europe in Sevilla. En ik zat midden in een verhuizing. Ik was net bij Level Level begonnen. Dat heb ik overslagen. 2 maanden later was WordCamp Nederland. Ben ik naartoe gegaan. En daar super veel leuke mensen ontmoet. Ik kende op dat moment nog helemaal niemand binnen de WordPress community. Maar ik zat als voorbereiding op de presentatie wat foto's uit 2016 terug te kijken. En nu ken ik in principe heel veel mensen die nog op die foto's staan. Dus het is heel grappig hoe er in die 6 jaar hoeveel mensen er zijn blijven hangen in die community. 6 jaar geleden woonde ik een presentatie bij over de WordPress API. En die heette de WordPress API, Hacking the WordPress REST API. En dat was belangrijk omdat op dat moment de trend rondom de WordPress REST API er zo uitzag. Dat was best wel booming. Op elk evenement op dat moment werd er over gesproken. Wat kan je ermee? Waarom is het belangrijk? En kijk, dit praatje van Jeroen van Dijk, dat was degene die mij echt triggerde om ermee aan de slag te gaan op WordCamp Nederland 6 jaar geleden. En nu dacht ik van oké, maar wat is er in de afgelopen 6 jaar dan precies veranderd in de REST API? Zijn we vooruit gegaan? Wat voor ontwikkelingen zijn er geweest? Kunnen de dingen beter? Hoe gebruiken we het eigenlijk? En wat voor trucjes heb je nog steeds nodig waar hij op dat moment al van zei, hier moet je rekening mee houden, hier moet je omheen hacken. Nou, eerst even terugkijken naar wat is de REST API. Wie is er gisteren naar het praatje van Johan geweest over de REST API? Best veel mensen die hebben ook een beetje de historie van de REST API in zijn algemeenheid meegekregen en waar het voor dient. Maar voor iedereen die daar nog niet direct ervaring mee heeft, het is een gestandaardiseerde manier om data in en uit WordPress te krijgen, of in ons geval WordPress te krijgen, waardoor je ineens platform onafhankelijk bent. Dus je kunt een externe automatiseringstool aan WordPress koppelen, je kunt de handscanner van de Albert Heijn kun je aan WordPress koppelen, je kunt je smartwatch aan WordPress koppelen, je kunt van allerlei soorten devices kun je ineens met WordPress laten werken. En daar gaat WordPress van een CMS naar meer een soort van platform om content te beheren. Ik ga dus niet verder praten over hoe de WordPress REST API tot stand is gekomen, maar meer over wat is er nou in de afgelopen 6 jaar gebeurd sinds dit praatje. Nou, als allereerste, op het moment dat het praatje werd gegeven eind 2016, was de REST API nog geen onderdeel van Core. Het was een plugin, op dezelfde manier dat Gutenberg als plugin werd ontwikkeld. En in WordPress 4.7 werd de REST API pas onderdeel van Core. Dus op het moment dat het praatje werd gegeven, was het nog een plugin installeren. Was het nog heel erg niche van wie daar de gebruikers van waren. Op het moment dat het in Core werd gemerged, nou, je ziet hier zo post, comments, terms, users, meta en settings. Maar er missen ook nog een hele hoop dingen op dat moment. Geen toegang tot menus, geen toegang tot teams en plugins, geen search via de REST API, geen widgets. Dat was de start van de REST API binnen Core. Vervolgens, ik moet ook twee keer klikken, dat is irritant, kwam Gutenberg in WordPress 5.0, de block editor. En de block editor is in die afgelopen 6 jaar echt een beetje een drijfveer geweest voor ontwikkeling
van de REST API. Na 4.7, nadat het gemerged was, stond het heel even een beetje stil. Maar de block editor heeft dat weer echt een beetje een boost gegeven. Ze hebben ook een beetje een gedeelde afhankelijkheid. De block editor was niet mogelijk geweest zonder een REST API. En andersom is de REST API heeft heel veel van zijn ontwikkeling te danken aan het feit dat Gutenberg erop werkt. Door de toevoeging van Gutenberg zijn bijvoorbeeld de search en de content endpoints verder aangescherpt. En ook nu met full site editing merk je dat er ineens een hele hoop onderdelen zoals widgets en block patterns en dat soort dingen aan die WordPress REST API worden toegevoegd. Maar je ziet wel dat de belangrijkste drijfveer voor ontwikkeling aan de REST API is op dit moment de block editor. Wat er ook gebeurd is in die afgelopen 6 jaar, is dat er plugins zijn geweest die mee zijn gaan doen met de REST API. Die hun functionaliteit via de REST API aan het blootstellen zijn. Bijvoorbeeld Advanced Custom Fields, die sinds, even kijken, het staat hier zo, november 2021, het mogelijk maakt om bij je custom fields aan te geven dat ze ook via de REST API opgevraagd mogen worden. Contact Form 7 sinds maart 2017, WooCommerce sinds april 2017. Gravity Forms maakt het mogelijk om formulieren in te sturen, formulieren te renderen via de REST API. Yoast sinds april 2020. Dus er komen best wel veel plugins die wij gewend zijn uit het ecosysteem van WordPress en die ook de kracht zijn van het WordPress-ecosysteem, die gaan ook met die REST API werken. Wat je wel ziet, is dat er nog heel weinig plugins zijn die echt gebouwd worden met een API-first mindset. Dus waarbij de API, zeg maar, de basis vormt voor hoe zij met WordPress werken. Het gaat veel meer nog om traditionele plugins die vervolgens een REST API erbovenop krijgen. Twee keer klikken. De tooling ontwikkelt zich. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. Inmiddels zijn er veel meer tools beschikbaar over het werken en het debuggen van de REST API. Waar je voorheen in het praatje van Jeroen 6 jaar geleden nog om dingen heen moest werken om de REST API te verbergen of dingen uit te zetten in de REST API, kun je nu gewoon een plugin downloaden en aanklikken van ik wil dit wel zien, ik wil deze meter zien, ik wil die posttype wil ik niet terugzien in de REST API. Dus het aanzetten, uitzetten van content wordt makkelijker en ook het idee van WordPress als een soort low-code platform wordt daarmee aangesterkt. Verder tooling zoals de REST API log. Super interessant. Is een debugging tool die je kunt aanzetten op je, in je WordPress installatie. En daarbij kun je zien wat voor requesten naar de WordPress API worden gestuurd. En dan kun je precies zien wat format het er is gebruikt, naar wat voor pad het is geweest, wat de response time is geweest, hoeveel content er is teruggestuurd, onder wat voor gebruiker dat is gebeurd. Super nuttige tool om te hebben op het moment dat je wil gaan debuggen en wil gaan kijken waar komen nou de interacties met die REST API vandaan. Want wat belangrijk is bij de REST API is dat jij niet controle hebt over wie de gebruikers zijn van de REST API. Misschien is er een externe partij die tickets verkoopt voor jouw site en dan orders inschiet bij jouw WooCommerce installatie. Hoe weet je dan hoe ze dat doet en wat voor requests zij sturen en of dat goed gaat of niet? Wat voor plugin is dit? REST API log. Ja, nou, 6 keer klikken volgens mij inmiddels. Maar dat komt goed, dat kan ik. Ik kan heel goed klikken. Nog even een detail view. Je kunt precies zien waar het naartoe is gegaan, maar ook de request headers. En dit maakt het ook heel makkelijk om lokaal, bijvoorbeeld met curl of met postman, deze request na te bootsen. Oké, wat is er dan precies naartoe gegaan op het moment dat het niet lukt? Kun je kijken van hoe format ik dit dan dat het wel lukt? Of is misschien de authenticatie verkeerd geweest? Of, waar ligt het dan aan dat het mislukt is? Dit is een Swagger interface plugin gemaakt voor de WordPress Open API specificatie. En wat dit doet is, die zet het schema van jouw site om naar een Open API specificatie. En deze tool vervolgens maakt dan mogelijk om
via een GUI in te loggen, request te doen. Die neemt je wat meer aan de hand dan dat jij door een JSON bestand moet gaan zoeken in wat er allemaal mogelijk is op deze site. Ook super interessant om op een hele eenvoudige manier, laagdrempelige manier, documentatie te delen met externe gebruikers. Dit is Query Monitor. Sinds mei 2021 ondersteunen die debugging output voor REST API responses. Dus op het moment dat jij op je website Query Monitor aan hebt staan en je doet een request, dan zie je vervolgens in de response daarvan, zie je wat voor database queries zijn er gedaan, hoe lang hebben al die database queries erover gedaan, zijn er dubbele database queries, zijn er errors geweest op de site. Dus je kunt hier zo precies zien dat in deze page load 15 database queries zijn gedaan, waarvan dit er één is en die duurde een duizendste van een seconde en gaf 317 resultaten terug. Super nuttig op het moment dat je performance problemen hebt om op deze manier te kunnen zien waar ligt dat dan precies aan. En we hebben gisteren natuurlijk ook bij het praatje van Floris gezien dat je dan vervolgens verschillende mogelijkheden hebt om te kijken, moeten we wel de REST API gebruiken? Moet deze plugin wel ingehaakt zijn op het moment dat we de REST API call afhandelen? Dus als je die talk gisteren niet hebt gezien, kijk die dan even terug op WordPress TV. Want als je hier zo dingen in ziet die niet kunnen, dat is de manier om het op te lossen. Klik. Ja, yes. Even code op het scherm. Een van de dingen die 6 jaar geleden nog moest, was lag een hele grote focus op het aanmaken van je eigen endpoints. En dat was voornamelijk om te zorgen dat er wat custom data op endpoints beschikbaar waren. Er was op dat moment dat de presentatie werd gegeven, was er al een register post meta waarin je show in rest kon aangeven. Maar die kon alleen maar simpele datatypes aangeven. Dus alleen maar strings, ints, booleans, dat soort dingen. Sinds WordPress, heb ik hier niet staan, volgens mij 5.5, 5.6, kun je ook complexere datatypes meegeven in de REST API, door ze op deze manier te registreren. Dus we doen een register post meta. We geven aan dat er een meta veld projects is en dat die bestaat uit een array. Vervolgens in de show in rest kunnen we een heel schema definiëren over dit bestaat uit een object en daar zitten twee strings in. Vervolgens is de output wat we hier rest zien. Dus het is een stuk makkelijker geworden om voor jouw plugin op het moment dat je metadata registreert, om eigenlijk binnen een paar regels code de juiste formatting te krijgen om die data bloot te stellen via de REST API. Wat er ook nieuw is sinds die afgelopen 6 jaar, en hiermee gaan we wat dieper op een authenticatievraagstuk, zijn de application passwords. En de application passwords zijn een manier om te zorgen dat jij vanuit een externe site of vanuit een first party site data kan opvragen die beveiligd is, bijvoorbeeld over gebruikers, over plugins, over of edit commanders kan sturen naar de REST API server. Dus vanaf het begin is eigenlijk de manier geweest om te authenticeren met de REST API, om dat met een cookie te doen die standaard door WordPress wordt gezet, waarmee wordt aangegeven dat jij een ingelogd gebruiker bent, en dan vervolgens een nonce mee te sturen om te zorgen dat er geen externe websites zijn die namens jou aanpassingen kunnen doen in de WordPress API. Is dit zeg maar een WP nonce meegeven aan de REST API om calls te doen? Voor wie is dat bekend? Voor wie is dat onbekend? Allebei een beetje. Allebei een beetje. Wie heeft dit nog nooit gedaan? Wel een paar handen. Okay. Voor degene die het wel hebben gedaan, heb je waarschijnlijk een stukje documentatie gezien wat er zo uitziet. We doen een WP localize script en die WP localize script die zet vervolgens een nonce in de HTML van de pagina. En die nonce kun je vervolgens gebruiken om in te loggen bij jouw WordPress website, om authenticated calls te doen binnen jouw WordPress website. Het probleem hiervan is dat die nonce is specifiek voor de gebruiker die op dat moment de pagina bekijkt. En dat vernietigt caching. Want als ik ingelogd ben als Niels en ik stop dit in mijn pagina, dan komt een nonce voor Niels, komt er terug. En vervolgens logt iemand anders in als Harry. En die vraagt de pagina op en die krijgt de nonce van Niels.
Dan hebben we een probleem, kan hij niet inloggen. Dit is niet handig. Wat wel handig is, en ongedocumenteerd. Dat is ook niet handig. Klik. Nou. Ja! Ik wil niet de vorige, ik wil de volgende. Ja! Wat wel handig is, is dat er een admin Ajax call bestaat, waarbij jij een nons kan opvragen. Deze hoef je niet te cachen en de rest van de pagina kan je wel cachen. Dus op het moment dat jij met JavaScript op de pagina komt en je zegt geef mij deze nons, dan kan je de rest van de pagina uit cache halen, kun je hiermee authenticated request doen. Andere optie is om basic authenticatie te gebruiken, pluginetje installeren, kun je met de gebruikersnaam wachtwoord van de gebruiker kun je inloggen. Groot probleem, jij wil niet dat jouw wachtwoord bekend is bij een externe partij. En er zit helemaal geen toegangscontrole, geen expiry op. Dus het ongedaan maken van dat iemand kan inloggen namens jou in je WordPress website is het veranderen van je wachtwoord. Wil je over het algemeen niet op die manier blootstaan. Oplossing die WooCommerce gebruikt is om API keys te gebruiken. Kan heel handig zijn. Heeft de plugin ook volledige controle over hoe die authenticatie plaatsvindt. Probleem hiermee is dat het niet gestandardiseerd is en je straks 30 verschillende methodes hebt om in te loggen in je website. Omdat de ene plugin een bepaalde API key accepteert, maar een andere plugin weer niet. De meest standaard oplossing is om OAuth te gebruiken. OAuth is prettig omdat je een volledig gedefinieerde standaard hebt die al 10 jaar gebruikt wordt door alle grote social media services. En dan kun je zeggen ik wil via Google inloggen, ik wil via Facebook inloggen. Kan helemaal veilig zijn, kan helemaal secure zijn, want anders zouden Google het eigenlijk ook niet inzetten. Nadeel hiervan is dat binnen het WordPress ecosysteem er eigenlijk alleen goede betaalde opties zijn. Het is niet een gratis ding, je moet een premium plugin kopen om dit gedaan te krijgen. Wat er wel prettig aan is, ik ga gewoon vanaf nu daar klikken, top. Wat er wel prettig aan is, is dat je met OAuth kunt aangeven binnen welke scope iemand iets mag doen in jouw website. Bijvoorbeeld op het moment dat jij iemand via je WP-nons of via een basic authenticatie laat inloggen, dan mag die alles wat jouw gebruiker ook mag. En als jij een externe partij hebt, dan wil je misschien wel dat zij gebruikers kunnen uitlezen, maar niet dat zij plugins mogen installeren. En via OAuth is een mogelijkheid om door middel van scopes aan te geven, hè, ook al is hij ingelogd als jouw beheerder gebruiker, dat er nog steeds beperkingen zijn op wat zo'n gebruiker dan mag binnen jouw website. Maar WordPress heeft iets anders bedacht. Application passwords. Die hebben niet voor de standaard OAuth implementatie gekozen. Die hebben iets anders gedaan. Het voordeel is dat het super laagdrempelig is. Super eenvoudig om hier gebruik van te maken. Het nadeel hiervan is, het is minder veilig. Er zit geen expiry op jouw application password. Er is geen refresh token waarmee we kunnen zeggen dat de externe server elke 3 uur moet bevestigen dat dat wachtwoord nog geldig is. En er zijn geen scopes. Dus op het moment dat je iemand jouw application password geeft van een beheerder of een administratieve rol, dan mag die ook meteen alles binnen je site. En dat is vaak niet wat je wil. Dus je kan eromheen werken door een gebruiker met specifieke rechten te maken en dan daar een application password van te geven. Maar is dat dan precies wat je wil? Even kijken naar wanneer gebruik je wat. En mijn voorkeur is om altijd of OAuth te gebruiken wanneer het beschikbaar is. Wanneer je dat als methode kan gebruiken. En anders application passwords. Ik zou die andere even helemaal wegduwen. Omdat ze minder veilig zijn. Omdat de data, zeg maar, onversleuteld over het web gaat. Access type, op het moment dat het een machine is, dus een stukje automatisering wil iets doen op jouw website, gebruik in het geval van OAuth gebruik je een client credential grant. En in het geval van WordPress gaan we kijken naar een handmatig ingesteld application password. Op het moment dat we het hebben over
een third party, dus een externe partij die iets op jouw website wil doen. Misschien is er een event ticketing systeem wat een WooCommerce order bij jou in moet schieten. Gebruik dan een authorization code grant of een authorized application. En wat hier gebeurt is dat je zo'n pop-up krijgt met systeem X wil iets gaan doen op Y en dat de gebruiker dan moet aangeven van dat vind ik oké. Er zit een expliciete stap waarin de gebruiker kan zeggen van ik weet niet wat dit is en ik vertrouw het niet. Super handig. Dit kan de authorized application kan dit ook. Dat is deze URL. Als je iemand hier naartoe redirect, dan krijgen ze het schermpje hier zo rechts onderin te zien. Waarbij je zegt, ik wil in dit geval WordPress on iPhone authenticeren. Dan kun je zeggen, oké. Wordt die teruggestuurd naar jouw website met de application password in een header. Dan kun je de application password uittrekken en dan vervolgens dat gebruiken om met de REST API te praten. Laatste situatie is iemand die iets wil doen op jouw website als ingelogd gebruiker, maar jij hebt alles in beheer. Dus jij hebt in principe het wachtwoord van die gebruiker en alle toegangscontrole van die gebruiker in beheer. Bij OAuth gebruik je dan in het oude geval een password grant, waarbij je de gebruiker de username wachtwoord gebruikt om daarmee een access token aan te maken. In het geval van WordPress gebruik je eerst een cookie authenticatie plus een nonce. Daarmee maak je dan vervolgens via de REST API een application password aan. Dat ziet er als volgt uit. Die hebben we net kort gezien. We vragen vanaf de website vragen we een nonce aan. Vervolgens vragen wij op het user endpoint met die nonce vragen we aan om wat voor gebruiker gaat dit. En als derde maken we een call naar WordPress REST API van maak voor deze user een nieuw application password aan met de nonce erbij. In de response krijgen wij een application password, password terug. Die zetten we in de local storage en vanaf dat moment gebruiken we alleen nog maar het application password om om te gaan met die gebruiker. Alright, even genoeg over authenticatie. Laten we het hebben over het echte gebruiken van de REST API en wat daarin werkt en wat daar een aantal trucjes in zijn en ook vooral wat niet werkt. Voorbeeldje van een teaser die ik op mijn website wil maken en ik wil dit via JavaScript tonen, dus misschien een React stukje of Vue om deze teaser te kunnen laten zien. Hoe zouden we dat doen? We willen een soort van kruimelpad laten zien, we willen een afbeelding, we willen de titel van de pagina waar we naartoe gaan linken. We willen categorieën laten zien, we willen tekst zien. Nou, we gaan eerst een request doen naar de REST API. Request zoals dit, wp.json, wp.v2, product, nummertje 14. Hebben we gisteren geleerd, zeg maar, wat dit is en hoe dit werkt. Nog 10 minuten, top, dat lukt. Dan krijgen we dit terug. Gigantische respons. We willen de titel van de pagina laten zien, de titel van het product laten zien. We willen een link naar waar het naartoe gaat. We willen wat informatie laten zien, maar we zien hier bijvoorbeeld ook terug dat we de datum krijgen wanneer het gepubliceerd is. We krijgen de datum wanneer die het laatst gemodified is. We krijgen de content gerenderd terug, terwijl we alleen maar de excerpt nodig hebben. Veel te veel informatie en we zijn natuurlijk gisteren bij Joost geweest. Tijdens zijn praatje over hoe we groene websites kunnen maken en we hebben dit allemaal niet meer nodig. Hoe krijgen we minder data? Met het fieldsveld. Je kunt sinds WordPress 5 kun je in een request aangeven dat je alleen maar specifieke data uit de request nodig hebt. Dus hier geven we aan dat we de title rendered nodig hebben, we hebben de excerpt rendered nodig en we hebben link nodig. Meer hebben we niet nodig. Krijgen we dit terug. Super tof. Echt helemaal geweldig. Je ziet hier zo overigens ook nog een stukje links, dat heb ik eruit gestript. Links zijn relaties naar andere objecten. Waar zijn die handig voor? Als we gaan kijken terug naar wat we hebben gezien. We willen veel meer data over dit product dan wat we nu in de response hebben. We willen relaties naar andere objecten zien. Zoals wat is de bovenliggende pagina? Wat voor featured image zit eraan? Wat voor tekst en categorieën hangen eraan? In de response zitten dus die links die ik net aangaf. En dat zijn verwijzingen naar deze categorie hangt eraan. Deze featured image hangt eraan. Je kunt hier zien over
wat de metadata is die bij dit object hoort. Wat we ook zien is dat hier zo'n embeddable true bij al deze objecten staat. Dus met vraagteken embed kunnen we zeggen, geef ons die metadata die als relatie aan dit object hangt, geef die maar als content van dezelfde request. Dus in plaats van dat wij zeggen, geef mij product 1, en dan vervolgens in een aparte call geef mij ook nog de categorieën van product 1, kunnen we zeggen, embed die maar in het antwoord van die eerste call. Super tof. Alleen, er ontstaan nu twee problemen. 1. We hebben weer veel te veel data. Ik heb hier zo'n voorbeeldje van het outer object wat in die response meekrijgt op het moment dat je een score embed meegeeft. Alleen, in onze teaser tonen we helemaal geen auteur. Het tweede stukje probleem kom ik straks op, denk ik. Even kijken. Nou, het eerste probleem lossen we op deze manier op. We kunnen filteren op welke embeds we erin hebben. Dus we kunnen zeggen, we willen alleen de WP Terms, we willen alleen de Featured Media en de Up, dat is de parent page die we in de pagina willen hebben. Kunnen we het specificeren naar wat voor metadata er is. Tweede probleem, komt nu, ja, is op het moment dat we bijvoorbeeld een overzicht hebben met 10 posts. En al die 10 posts zijn gepubliceerd door dezelfde auteur. En wij vragen op die lijst van 10 posts, vragen wij, doe de embed. Wat we dan terugkrijgen is 10 kopieën van exact dezelfde data over wie de auteur is en wat de naam is en de sluk. We kunnen hier ook niet op filteren. Dat underscore fields wat we net zagen, dat werkt niet voor embeds. Dus we kunnen niet zeggen, geef mij van alle auteurs, maar alleen de sluk, geef mij alleen de naam. Dus daar, je krijgt heel veel overhead in wat daar geproduceerd wordt. Wat daar ook belangrijk bij is, en dit zag ik gisteren ook bij Jonas' plaatje terugkomen. Hij liet heel even kort zien op het scherm de JSON:API als een specificatie. En hij vroeg, zit dit in WordPress? En ik hoorde een paar mensen zeggen, ja, dat zit in WordPress. Dat zit niet in WordPress. Wat WordPress doet, is niet de JSON:API specificatie. Want in de JSON:API specificatie zijn die problemen die ik net noemde, die zijn opgelost. Ze hebben namelijk in de specificatie hebben zij ruimte voor sparse fields, waarbij je exact kan geven welke data je nodig hebt binnen jouw respons. Je hebt ruimte voor includes, wat die links zijn, en dat je aan kan geven welke includes je nodig hebt voor jouw pagina. Je hebt ruimte voor compound documents, waarbij je zegt, oké, als ik hier zo 10 relaties heb naar dezelfde auteur, dan hoef ik alleen maar aan het einde van de respons aan te geven dat er een auteur is, en de client vindt zelf wel uit dat dat de goede is. Dus dan krijg je een stuk kleiner document terug. Even om mee te nemen. Nog even een kleine toevoeging. Als je echt helemaal controle wil hebben over wat er in de REST API terugkomt, zonder de standaard respons aan te passen, want dat wil je over het algemeen niet, kun je met een context werken. In dit geval heb ik een context frontend aangemaakt. Wat je dan doet, is op het moment dat je een REST field registreert of een postmeta, kun je in de schema meegeven dat die beschikbaar is in een specifieke context. Op het moment dat je dan met die context de request doet, krijg je ook alleen de data terug die in die context beschikbaar zou moeten zijn. Dus als je echt helemaal 100% controle wil krijgen over wat zit er in die respons, gebruik de context. Ik zag nog 5 minuten. Oké, gaan we door dit stuk heel snel. Is de succes 81% enabled, grove schatting, maar heel veel sites hebben het aanstaan. 2900 plugins registreren hun eigen routes via deze methode. 600 plugins geven hun eigen metadata mee. Dus WordPress omarmt op zich die REST API wel. Maar als je gaat kijken naar wat de trend in Google Search is, dan lijkt de trend af te nemen. Dan lijkt er juist minder interesse te zijn in de WordPress REST API ten opzichte van 2016. En dat is wel interessant, want headless content management systems zitten nog steeds zeg maar, in de lift. Er is nog steeds meer vraag in hoe maken we websites zonder dat we de frontend, zonder dat we WordPress als frontend gebruiken. Dus die twee matchen niet helemaal. En als je dat ook iets breder gaat bekijken, zie je dat de talen die gebruikt worden om dat soort sites te maken,
dat die allemaal nog steeds in de lift zitten en dat het bij WordPress een beetje begint af te kabbelen. Hier komt het meest twijfelachtige statistiek van het hele weekend. Bereik maar vast voor, dit zijn twee sites. WP Engine ken ik ergens, volgens mij zijn ze ook sponsor. Onbetrouwbaar dus. En Insight Partners, nou, als je daarop zoekt, dan krijg je meteen allemaal paywalls, wil je allemaal niet zien. Maar wel voor een orde van grootte. WP Engine schat de marktgroei van 2020 tot 2021 voor WordPress als ecosysteem op ongeveer 6,5%. Voor headless CMS'en tot en met 27 wordt dat geschat op ongeveer 22% per jaar. Om dat ook nog een beetje duiding te geven, is het ecosysteem van WordPress volgens WP Engine op dit moment ongeveer 600 miljard euro waard. En het headless CMS is ongeveer 1,5 miljard euro waard. Dus ongeveer 600 keer kleiner. Dus ja, headless groeit een stuk harder, maar ze moeten nog wel heel lang heel hard groeien om überhaupt in de buurt te komen van WordPress. Waar zoeken klanten naar op het moment dat ze naar headless gaan? En dat is vanuit een agency perspectief, door de webskill als bedrijf opzet. Ze houden heel erg rekening, of ze zijn bang voor de cost of new development. Van, gaat het niet knijten veel geld kosten om een headless website op te zetten, omdat je allerlei dingen opnieuw moet gaan doen? En daar heeft WordPress een hele grote kracht, omdat wij ecosysteem hebben van plugins. Wij kunnen heel veel plugins inzetten en dan zeggen, oh, die feature hebben we al, die functionaliteit hebben we al. Alleen, dat valt een beetje weg op het moment dat je met de REST API gaat werken, want heel veel van die plugins die doen niks met de REST API. Dus, wat we moeten doen als WordPress, is dat we zorgen dat dat ecosysteem groeit. Security, andere grote enterprise sites die richting de REST API of richting headless willen, die hebben nodig dat daar goede authenticatie op zit. Je hebt voor WordPress zelf kun je het aan LDAP koppelen of... Wow, helemaal dark mode. Ja, top. Kun je het aan LDAP koppelen, aan Active Directory. Je kunt externe services laten inloggen. Security is over het algemeen best goed geregeld. Moeten we wat mee? OAuth, zou ik zeggen. Site performance. Net een beetje uitgelegd. De REST API is niet het meest handige als het gaat om wat voor data gaat er heen en weer. Ik kan hem gezien, nog 1 minuut. Sprint er even doorheen. Juist. Dus, plugin-ecosysteem moet mee gaan werken om de kracht van WordPress te behouden. Om die wens van kosten laag houden te kunnen combineren met de innovatie van headless. Kijk naar GraphQL. Ik hoorde gisteren dat een paar mensen daar al geïnteresseerd in zijn. GraphQL is een manier om exact te vragen op de server wat je nodig hebt om jouw pagina te renderen. Super interessant, want het is 50 keer kleiner, 100 keer sneller. Super tof. Ziet er zo uit. Je klikt wat dingen in elkaar, je krijgt een respons. Je kan het meteen gebruiken op de frontend. Dit is weer die schijnwerper in je gezicht. Staan deze features op de roadmap? Moi. Matt heeft in 2018 gezegd, toen we naar PHP 5.6 gingen, van, ik zie dat er mogelijkheden ontstaan rondom OAuth en richting GraphQL. Ik vond het ongelooflijk dat die twee in één zin werden genoemd, dat het een heel mooie quote is. We zijn nu inmiddels 4, 5 jaar verder. Het is er niet. Er bestaat 1 ticket over GraphQL, die is 4 jaar geleden gesloten in Core. Ja, er is een keer over gesproken. Nee, er is niet heel veel beweging die kant op. 1 minuut te laat. Dat was hem. Ja.